Ik ga even wat mensen uitnodigen. Die ook. Waaronder Stefan, mijn collega, en Selina. Dit is Stefan en als het goed is heb ik Selina nu ook uitgenodigd. Ja, hij doet het. Yes, kijk, hartstikke mooi. We zijn live. Zijn live. Ja, welkom allebei. Dit is de eerste live sessie van dit jaar. Nou, vanuit jongerenwerk VNN en vanuit Zetna zijn we vaker live geweest. Vorig jaar zijn we geëindigd met een live sessie met als thema het wonen in Emmen. Nou, daaruit hebben we met George een gesprek gehad en bleek dat nou, het wonen in Emmen niet zo heel verkeerd was en dat Emmen ook genoeg te bieden heeft. En nou ja, dat soort actuele thema's, dat is eigenlijk wat we een beetje bij langs gaan. En wat eigenlijk een heel actueel thema is, en daar gaan we het eigenlijk vandaag over hebben, is grensoverschrijdend gedrag. Nou goed, er is afgelopen week veel over het nieuws geweest en ook, nou ja, dat best wel commotie. Dus vandaar dat we, nou ja, dus met dit thema aan de slag gaan. Even kijken hoor. Wat is, want als je kijkt naar grensoverschrijdend gedrag, hoe zien jullie dat in het werkveld terug? Of wat is het eigenlijk? Celine, trap af. Trap af. Nou ja, ik denk dat grensoverschrijdend gedrag natuurlijk een hele brede term is. En het eigenlijk in het woord zelf al zit. Iedereen heeft zijn eigen grenzen. En op het moment dat iemand daar overheen gaat, is het dus grensoverschrijdend gedrag. En het is dus niet. Ik denk niet dat het heel zwart-wit is. Want mijn grenzen zijn die van Stefan niet. Of die van jou niet, Jesper. En dat is denk ik wel wat het gelijk heel erg lastig maakt. Dat. Ik kan niet voor iemand bepalen, daar ligt jouw grens wel of niet. Dat is een gevoel wat iemand heeft, dat is heel persoonlijk. Ja, wat ik zeg, ik denk dat dat het gelijk heel erg lastig maakt. Ja. Ik denk ook, want je denkt natuurlijk meteen aan ongewenst seksueel gedrag. Hè, wat natuurlijk in het nieuws is geweest de afgelopen tijd. Met The Voice en met Overmars. Nou. Maar het kan natuurlijk ook in pesten zitten, of in cyberpesten, of in agressie en geweld. Eigenlijk wat je ook bij Little Kleine bijvoorbeeld weer zag. Het is allemaal best wel actueel. Discriminatie kan het denk ik ook zijn. Maar het is wel mooi om even te kijken van, hey, komen jullie het eigenlijk tegen in het werkveld? Stefan, kom jij het Ja. tegen? Ja, we hebben er zeker mee te maken. In die zin gebeurt het ook gewoon dagelijks op de scholen en ook in de wijken dat er gewoon incidenten plaatsvinden waarin gewoon echt grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. En ja, dat vereist ook wel bepaalde acties vanuit het jongerenwerk. En dat is ook wel waar we serieus mee omgaan, hè? Dat we nou, samen met de jongeren gaan kijken van goh, wat kunnen we voor jou betekenen en ja, hoe gaan we daarmee om? En misschien trouwens leuk voor de kijkers die nu meekijken, mocht je vragen hebben of stel ze gerust. Ja. Celine, ben jij het, kom jij het vaak tegen in je werk? Nou ja, ik denk dat hoe treurig alle gevallen, dat is natuurlijk allemaal verschrikkelijk dat het gebeurt, maar ik denk dat het allemaal wel onze ogen weer opent van hey, het gebeurt wel veel vaker. Dan dat we denken. Denk bijvoorbeeld aan, als ik aan heel veel meisjes zal vragen, zal 9 van de 10 ongewenst een keer, ook heel vaak in het nieuws, een dickpic hebben gekregen. En eigenlijk is dat ook al grensoverschrijdend gedrag, terwijl er heel vaak heel grappig of lacherig over gedaan wordt. En ik denk dat omdat het nu weer in het nieuws is en weer steeds vaker voorkomt en we allemaal verschillende voorbeelden krijgen, dat we denken, oh ja, maar dat is ook grensoverschrijdend gedrag. En op het moment dat iemand zegt, dat is mijn grens en jij bent erover gegaan, dan is daar geen discussie over mogelijk en dan moeten we dat serieus nemen. Dus ik denk dat het nog wel veel meer voorkomt dan dat we eigenlijk al zien en dat het nu, dit is gewoon een topje van de ijsberg en er gebeurt heel veel wat we of niet signaleren of waar andere mensen zich voor schamen of denken van hey, dit is mijn probleem want het is mijn grens en daar gaat iemand anders over en ik heb dat nooit aangegeven. Terwijl het natuurlijk altijd wel de schuld ligt bij de dader of bij degene die over jouw grenzen heen gaat.
Absoluut, absoluut. Ja, goed om te benoemen hoor. Ik denk ook als we even kijken naar de chat. Dan wordt gevraagd van, hey, of er wordt ook gezegd van, in Angerslo komt het vaak voor. Misschien wel leuk om dan ook even te zeggen, wat zie je dan vaak in Angerslo? Dan ben ik daar wel benieuwd naar. En dan komt de vraag voorbij, hey, hoe ga je daar in je werkveld mee om? Weten jullie dat? Je legt wel uit, je komt het vaak tegen. Maar wat doen wij als hulpverleners als we het tegenkomen? Ik denk vooral luisteren. De eerste stap is luisteren. En ik heb toevallig vandaag nog een heel handig boekje gelezen over seksueel overschrijdend gedrag. Wat je daarin moet doen als iemand je dat vertelt. En dat is vooral luisteren, niet oordelen, benadrukken dat het nooit hun schuld is. Dat het aan iemand anders ligt. En natuurlijk gaan kijken van, hey, maar is het bijvoorbeeld ook zo erg dat je ook aangifte zou kunnen doen? Hè? Dat iemand er ook daadwerkelijk voor gestraft wordt. Maar in eerste instantie denk ik gewoon luisteren. Wat is jouw verhaal? Gooi het er maar uit. Je ziet ook heel vaak dat mensen het al jaren bij zich dragen. Omdat ze zich ervoor schamen of denken dat het hun eigen schuld is. Dus ik denk, wat ik als hulpverlener zou doen, op mijn handen zitten en alleen maar luisteren. Ja, heel goed. En wat is dan de vervolgstap? Nou, ik denk dat ligt natuurlijk een beetje aan de situaties. Want grensoverschrijdend gedrag, wat je al zei, het is heel breed en het kan alle kanten op. En ook daarin ligt, in dat boekje stond het ook heel duidelijk. Tijdens de situatie van het grensoverschrijdend gedrag is het slachtoffer de regie uit handen genomen. Ja. Dus in dat gesprek is het heel belangrijk dat je de regie bij het slachtoffer houdt. Dus als die aangifte wil doen, gaan we kijken, moeten we samen aangifte doen? Als die zegt, ik wil graag ermee leren leven op een andere manier dan door aangifte te doen, dan doen we dat. Ja. Nou, ik denk dat het heel helder is wat je zegt. En dat dat eigenlijk, zo zou elke hulpverlener zou het eigenlijk zo moeten doen, hè? Ja, zo, natuurlijk, elke situatie vraagt misschien weer om een andere. Maar het is heel toevallig dat ik hem vandaag las, dat ik dacht, hey, ja, dat zijn hele mooie stappen. Ja. En hele mooie dingen die je in je achterhoofd kunt houden op het moment dat het gesprek zo loopt. Of dat iemand daarmee komt. Ja, ik vind als tip, als eerste luisteren, nou, dat is echt, dat moet je gewoon doen. Hè? Want de meesten zijn niet gehoord de afgelopen tijd, of de afgelopen jaren, hè, wat je zegt. En dan is het fijn dat je in ieder geval een vertrouwenspersoon hebt, niet oordeelt. Dus dat je ook daar gewoon maar luistert, op je handen zitten. Hartstikke goed. Ja. Ja. In de chat, ik ben 12, best jong. En in het winkelcentrum word ik nagefloten door iemand van 18 of 20. Is dat jou wel eens gebeurd, Celine? Ja, dat nafluiten of inderdaad dingen die je dan na worden geroepen. Maar ook daarin is denk ik weer, iedereen heeft daarin een eigen grens. Kijk, de een die vindt bijvoorbeeld nageroepen of nagefloten worden. Ik vind dat vervelend. Je hoort ook wel vrouwen die zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel een compliment als die bouwvakkers me nafluiten. Ja, dus ja. Ook dat is, ja, de een vindt het grensoverschrijdend gedrag. Op het moment dat jij het vervelend vindt, is het grensoverschrijdend gedrag. Ja. En wat kun je dan op zo'n moment gaan doen, Celine? Ja, vind ik heel erg lastig. Het verschilt ook per persoon. Ik heb ook wel eens vrouwen gehoord die zeggen, oh ja, daar stap ik er gewoon op af. Wat zei je tegen mij? Ja. Daarover kun je natuurlijk nog weer discussiëren of dat heel handig is. Mocht het uit de hand lopen. Als vrouw ben je over het algemeen toch, nou ja, laten we hopen dat het niet zo ver komt, maar fysiek minder sterk. Ik zou het persoonlijk gewoon negeren en gewoon doorgaan. Maar dat is ook omdat ik me er persoonlijk niet heel veel van aantrek. Maar ook dat zit weer in iemands persoon. Ja. Hoe melden jullie het binnen de organisatie? Als het op de werkvloer gebeurt? Bijvoorbeeld, kan ook. Ik zou denk ik gewoon naar mijn leidinggevende gaan. Tenzij mijn leidinggevende degene zou zijn die grensoverschrijdend gedrag vertoont. Dan zou ik denk ik een andere leidinggevende aanspreken. Ja. We hebben ook FIM-meldingen. Ik weet niet, dat staat voor veilig incidentenmeldingen. Dus wij kunnen daar ook echt een melding van maken. Er wordt best wel uitgebreid over doorgevraagd in die melding. En dan kun je ook kiezen van, hey, wil je een gesprek erover? En dan wordt dat best wel goed, vind ik, afgehandeld binnen ons. En we hebben ook een vertrouwenspersoon binnen VNN waar je terecht kan. Dus ze hebben dat, vind ik, bij VNN wel redelijk goed afgedekt voor de werknemers. Ja, dat is echt dan intern, Jasper. Ja.
Ja. Ja, ja. Ja. Ja, dat knopje heb ik volgens mij bij ons ook wel ergens gezien hoor. Incidenten rapporteren. Okay. Ja, ja, en binnen Setna, binnen Tinten zijn er sowieso vertrouwenspersonen waar dit soort meldingen sowieso gedaan kunnen worden. Ja. Ik had nog wel een vraag. Want kijk, wij spreken natuurlijk veel met jongeren. Die weten dan ons wel te vinden. Maar wat als je jongere bent, je hebt geen contact met een welzijnsorganisatie of een jongerenwerker. En je wilt toch je verhaal kwijt. Wat voor tips zou je die dan kunnen geven? Ja, per situatie denk ik verschillend. Het verstandigste is om te kijken van... kan ik binnen de school waar ik zit, waar ik les krijg, kan ik daar een vertrouwenspersoon in de jas trekken of een speciale afdeling binnen die school die juist dit soort meldingen op zich neemt. Dat zou ik zeker doen. En ik zou er voornamelijk over gaan praten, wat Celine ook aangeeft. Doe je verhaal kwijt, want dat lost in ieder geval ook al een hele hoop op. Ja. En dat kan op heel veel plekken. Op school is natuurlijk niet anoniem. Die kennen jou natuurlijk. Maar ik ga even ongegeneerd reclame maken. Wij hebben elke woensdagavond van 7 tot 9 hebben we via de jongerenwerk Setna Instagram account is er een jongerenwerker altijd direct bereikbaar. Je kunt ons altijd DM sturen. Maar goed, dat is dan een beetje afhankelijk van wie werkt er. We hebben nog wel eens verschillende werkdagen. Maar op woensdagavond van 7 tot 9 is er altijd een jongerenwerker direct beschikbaar. Ja. En nu is Instagram ook nog niet per se heel anoniem. Maar in onze Instagram bio staat ook onze Snapchat. En daarin zou je het dan nog weer wat anoniemer kunnen doen. Want die chats die verdwijnen natuurlijk ook op een gegeven moment. Ja. En dat is dan voor de jongeren die echt het gewoon even willen delen met iemand. Ja. Gedeelde smart is halve smart. En vanuit daaruit kunnen we dan kijken, moet er nog een vervolg aankomen? Of is het voor nu gewoon voldoende? Ja. Ja. Dus ja, mocht je aan de hand van deze live sessie behoefte hebben om je verhaal te delen. We zijn nu gewoon bereikbaar. Ja. En we zijn altijd bereikbaar, alleen we kunnen vanavond gewoon rechtstreeks reageren. Ja, en ook daarna, misschien is dat ook wel een mooie uitnodiging voor diegene die dit kijkt. We slaan de video op, dus je hoeft hem niet live gezien te hebben. Je kunt hem ook nog even nakijken. Als je daar vragen over hebt, mag je die altijd aan ons stellen. Je kunt ze via Setna, via heel veel wegen stellen. Je kunt ze ook bij ons op Instagram via een DM stellen. En ik denk dat het dan voor nu even goed is, of niet? Of zijn er nog nabranders? Komt er nog wat binnen op de chat, Jesper? Zijn daar nog vragen die onbeantwoord zijn? Even kijken hoor. Nee, we hebben de vragen die in de chat binnenkwamen, bedankt daarvoor. Die zijn beantwoord. En volgens mij ook goed beantwoord, want er komt geen vervolgvraag. Dus dat is mooi. Nee. En denk ik wel misschien goed om te noemen is dat we zijn ook voor veel meer dan dat. Dus als je, stel je hebt het meegemaakt, je wilde overkletsen, prima. Maar stel je kijkt deze video en je denkt, bij mij in de wijk speelt dat zo erg en ik wil daar iets mee. Of ik wil daar iets op verzinnen, of ik wil een campagne, denk maar groot, ik wil een campagne starten. Je kunt het zo gek niet bedenken, ook daar kunnen wij over meedenken. Hoe kunnen we dat aanvliegen, hoe kunnen we het effectief maken, wat is het beste? Ja. Hey, en zo'n campagne, Celine, jullie hebben vorig jaar daar iets in gedaan. Bedoel je dan op Orange the World? Ja, daar hebben jullie ook iets in vorm van een campagne gedaan richting. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Ja, Orange the World, dat komt moet ik wel goed zeggen. Volgens mij jaarlijks komt dat terug en dat is voor geweld tegen vrouwen. Mm-hmm. Raakt ook wel een beetje aan dit onderwerp, is dat natuurlijk in heel veel landen en eigenlijk misschien wel overal vrouwen toch in verschillende opzichten ondergeschikt worden. Of ongeschikt zijn aan mannen. Mm-hmm. En dan, dat is zo breed als je maar kunt noemen. Hè? Vrouwen die in families in andere landen worden uitgemoord. Maar denk ook heel simpel aan vrouwen die s'avonds dus niet alleen over straat kunnen. En die campagne, dat heet Orange the World. En dat gaat over stop geweld tegen vrouwen. En we hebben dat in Emmen hebben we dat dus ook gedaan.
En toen zijn we met een groepje jongeren zijn we de straat op geweest. En hebben we op straat verschillende kreten. En dat sluit heel mooi aan bij wat er in de chat werd genoemd. Verschillende kreten op straat met stoepkrijt gezet. Die vrouwen nageroepen werden op straat. En dat variëren van hele alleen maar fluiten tot slet, tot hoer, tot we gaan die mooie beentjes naartoe. Om op die manier het zichtbaar te maken op straat. Van dit wordt er dus echt geroepen naar vrouwen. Dit verzinnen we niet. En om daar vervolgens het gesprek over aan te gaan. Ook met de mensen eromheen. Van hé, en wat vindt u er nou van dat dit gewoon geroepen wordt naar vrouwen? En waarom doen we daar met z'n allen niks aan? En waarom spreken mannen, meestal zijn het mannen, soms zijn het natuurlijk ook vrouwen. Maar waarom spreken mannen elkaar niet op aan? Van hé, wat jij doet is niet oké. En Orange the World hebben we daarvoor dus gebruikt om dat gesprek op gang te helpen. Wat merk je er nou van? Ja, mooie campagne. En ik denk ook een oproep aan jongeren die hier ook echt iets voor willen doen. Meld het bij ons en we kunnen samen kijken naar vorm. Ja, mooie afsluiter. Bedankt voor nu, allebei. Ja, jullie ook. Jullie ook bedankt. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Snel. Dag. Doei.